Op 22 maart om 19:30 in de concertzaal in Tilburg en 23 maart in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch om 14:00 de uitvoering van de Matthäuspassion, het lijdens- en sterfverhaal van Jezus, uitgevoerd door Arjan van Baasten. Van Baast, 10 jaar bij Cantiqua en die dacht, ik geef mezelf eens de Matthäus cadeau. Ja, nou ik heb de afgelopen jaren alle grote Bachwerken al gedaan, alleen deze stond nog open. En in combinatie met zo'n dirigentenjubileum dacht ik, dat is wel aardig. Dus ik stelde dat voor aan de concertcommissie van Cantiqua. Die vond dat een prima idee. Ik wist dat Cantiqua alleen te klein was om dit te doen. Dus hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om samenwerking te zoeken met twee andere clubs van mij. De Stichting Bachkantaats in Tilburg en het F-Bach Koor en Orkest. Het wordt inderdaad een prachtig iets, want tijdens deze repetitie zijn we eigenlijk al een beetje met stomheid geslagen. Dat je dat zo voor elkaar hebt gekregen. Iedere keer maar weer afwachten. Ik weet natuurlijk wat voor mensen ik heb, maar het moet zeker met drie verschillende clubs ook maar klikken en één geheel worden. En je hebt nu nog maar één helft gezien, want vanmiddag komt het koor 2. Dus uiteindelijk staan we met twee koren van elk 40 man op het podium en nog een kinderkoor van 50 kinderen en twee orkesten van elk 20. Dus toch gaat druk. Gaat er maar aan staan, zou ik zeggen. In ieder geval een hele fantastische uitvoering. 22 maart en 23 maart. Ja, klopt. 22 maart Concertzaal Tilburg en 23 maart in de Grote Kerk in Den Bosch.